In het Sophia, daar spelen heel veel nieuwe dingen. Elke dag kun je wel weer meer bijleren, maar bovendien wordt hier ook veel onderzoek gedaan. We hebben onderzoek gedaan onder andere naar infectiepreventie. Dat is gepubliceerd uiteindelijk in The Lancet Infectious Diseases in 2016 en daar zijn we ongelooflijk trots op. Wij spreken echt wel mee op wereldniveau en dat merk ik ook als ik op symposia kom. Sinds ik hier werk in 2003 al diverse opleidingen hier mogen volgen. Er liggen veel kansen voor verpleegkundigen om zich te ontwikkelen op gebieden waar zij interesse in hebben. Als het gaat om onderwijs, kwaliteit, zorg. Je moet ook wel bijblijven en je moet ook wel bijblijven scholen, anders kan je gewoon niet de kwaliteit bieden die je graag wil leveren. Je kunt twee keer per week een klinische les volgen over vakinhoudelijke onderwerpen en hier is er nu eentje bezig. Als je in dit vak werkt, dan moet je gewoon enorm leergierig zijn. Ik denk sowieso als je in een academisch ziekenhuis werkt, dat je er wel van moet houden om steeds bezig te blijven met nieuwe ontwikkelingen en het leren. Onderzoek is heel goed mogelijk op deze afdeling. Het wordt ook gestimuleerd door het management. Dus die instelling überhaupt moet al zijn van ik wil graag hè, en ik wil ook me graag blijven ontwikkelen.